Hey, ik ben Niel en vandaag neem ik jullie samen met Sylvester mee door Gent en geef ik jullie een kijkje in mijn leven. Maar ik wil zeggen dat je bijna op straat loopt, dus ja. Heel goed. Hallo, ik ben Niel, student ter bachelor geneeskunde. Je kent me misschien van mijn YouTube-video's op Nielspace. Dus in mijn vrije tijd vind ik het leuk om YouTube-video's te maken. Ik doe dat al sinds de derde middelbaar, denk ik. Ja. En nu is dat zo wat meer geëvolueerd naar video's over geneeskunde, gewoon mijn leven op kot en zo. En ik vind dat wel leuk om te doen. En heb je veel volgers? Op mijn kanaal Nielspace heb ik 1600 volgers. En dan heb ik nu ook mijn Nederlandse kanaal, Nielke, en daarop heb ik een 160 volgers. Ja. Ja, ik vind het gewoon leuk om zo bezig te zijn met video's te filmen en daar dan eigenlijk iets helemaal anders mee te maken. Want je begint met een beginproduct en dan wordt dat iets helemaal anders. Het is dan ook leuk om zo dingen met mensen te kunnen delen en ook op die manier nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Het is ook zo leuk, zo af en toe is er iemand uit de richting die mijn video's kijkt en dan is het van, ik word er blij van, of je hebt me geholpen met die video, en dat is wel leuk. Anders zullen we zo een linkje plaatsen. Ja, dat is wel leuk. En is dat omdat je heel creatief bent? Creatief? Ja, ik vind mezelf wel creatief. Gewoon zo altijd in mijn hoofd wel wat bezig met dingen. Wacht maar, ik ben eigenlijk niet goed in oriëntatie, want wacht, naar waar wil je eigenlijk? Ik wou naar het Gravensteen. Het Gravensteen. Ik zou naar daar wandelen. Ja, oké, dan gaan we dat doen. Ja, ik denk dat ik het weet. Je denkt het of je bent het zeker, Neil? Ik ben het niet zeker. Ah. Als ik dan alleen in mijn gedachten zit, kan ik nadenken over wat ik uit leven, maar ook over mijn, over gesprekken met mensen en over mezelf en hoe dat ik mij voel. Want ze zitten wel heel vrolijk. Oh, ja, en dat hoor ik wel vaker. Ja. Dus sommige mensen zeggen dat je misschien iets te veel lacht dan? Ja, want in de les communicatie hadden we slecht nieuwsgesprek. En ik deed echt mijn best om zo mij empathisch op te stellen en toch bedrukt te zijn, want het was slecht nieuws. En dan na mijn gesprek kreeg ik alle kritiek en zo. En op zich is dat wel opbouwend, dus ik kon er wel mee omgaan. Maar toen zei die patiënt van ja, het spijt me, maar je hebt nogal een lachend gezicht. En dat komt niet geloofwaardig over. Oh. En dan ben ik beginnen wenen voor heel de klas. Oh, ben je beginnen wenen? Ja. Dus ik ben niet altijd super gelukkig. Er zijn ook momenten dat ik het moeilijk heb. Maar dat was best ironisch, want ja, ik ben een gelukkig persoon en dan zeggen ze van ja, je hebt een te lachend gezicht. En ik zat er ook wel mee in, want ik wil niet dat mijn patiënt zich het gevoel heeft dat ik met ik wil niet dat de patiënt het gevoel heeft dat ik met hem of haar lach. Maar ja. Ik zal het ook eens opzoeken waar het Gravensteen precies is. Maar allee, het Gravensteen, dat zie je staan. Dat zie je toch staan, het Gravensteen. Ja. Maar ik denk die kant uit en dan raken we wel. Ik was op weg naar het zuid, dat parkje. En ineens belt mijn vriendin mij, we waren elkaar aan het zoeken. Ja. En ik bel van waar, ik zie je niet. En ineens sta ik op de tramsporen. En er kwam een tram aan en die begon te tieten. En ik van oh. En hoe komt het dat je de mensen zo graag helpt, Neil? Omdat ik vind het leuk om mensen gelukkig te maken. En daar word ik dan zelf ook wel gelukkig van. Eigenlijk vind ik dat een beetje egoïstisch soms. Wat vind je egoïstisch? Maar het is zo dubbel, hè. Als ik zelf gelukkig word van mensen gelukkig te maken, is het dan egoïstisch om mensen gelukkig te maken? Maar dat is heel filosofisch, want we hebben daar een gesprek over gehad met onze psycholoog. Ah, en ja. Ze zei dat altruïsme, dus dingen doen voor een ander, zonder daarvoor iets terug te willen, dat eigenlijk heel positief is voor je gemoedstoestand. Aha. Maar haar dochter is filosoof. Aha. En zij zei, of zij heeft dan discussies,
dat ze zegt van ja, maar ja, is het dan geen egoïsme? Ja, ja. Dat vraag ik mij dus. Dat zijn zo dingen waar ik op mijn wandelingetjes aan denk van. Die wandelingetjes. En zijn er dingen bij waar je nu aan denkt? Waar ik nu aan denk? Goh. Zoals niet overreden worden? Ah ja, dat is een goede tip. Ja. Kom Neil. Dan maar doktertje spelen. Doktertje, ja. Soms moet je ook eens acteren. Ja, het is hier, maar er stonden juist mensen. Daarnet vertelde je over dat mensen open moeten durven zijn. Mm-hmm. Is een goed middel daarvoor praten met mensen? Praten, ja. Ja, praten is heel belangrijk. Er zijn zo momenten geweest in mijn leven waar ik te lang dingen heb opgekropt voor mezelf. En op die momenten... op die momenten blijven de gebeurtenissen in mijn hoofd afspelen, keer op keer, als een film. En ik raak er dan niet meer uit. En dan is het echt zo'n moment van, oké, nu is het echt tijd om er met iemand over te praten. Want ik kan het zelf niet oplossen. En wanneer ik mijn hart dan kan luchten, valt er zo gelijk een last van mijn schouders. En is van, oké, het valt allemaal wel mee. Ik heb het in mijn hoofd gewoon er iets zo groots van gemaakt. Terwijl het uiteindelijk wel zijn plaats zal vinden. Heb je het soms moeilijk? Moeilijk? Ja. Er zijn bepaalde zaken in mijn leven wel waar ik mij onzeker over heb gevoeld. Of zaken waarvan ik niet goed wist van oei, hoe moet ik het hierover... Hoe moet ik dit aanpakken? Zaken waarvan ik niet goed wist van oei, hoe moet ik dit aanpakken? En dan kan ik het wel moeilijk krijgen in mijzelf van ja... Waar moet ik nu terecht met mijn probleem? Heb jij tips voor de mensen? Tips voor de mensen? Ja, sowieso praten met mensen is super belangrijk. Dat is natuurlijk wel zo'n logische tip. Ik denk dat het belangrijk is om ook gewoon zaken te proberen relativeren door eens afstand te nemen van je probleem en het eens op een andere hoek te bekijken van hoe zien anderen mijn probleem? En hoe zou iemand anders het probleem aanpakken? Mooi gezegd.